Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Dead Space. We zijn hier in de crew deck. Nog steeds. Net zoals in de vorige part. Oh, echt? Ja, echt. We zitten naar een planeet te kijken. Tenminste, daar was ik naar aan het kijken. Het ziet er allemaal wel leuk uit, zo met die space die hier rondvliegt. Dat is wel een hele slechte animatie trouwens. Die beweegt heel krom. Die ook. Die bewegen allemaal net iets te raar. Maar oké, dat is een ander punt. Ze ontstaan ook gewoon opeens uit het niets, zoals je ziet. Ze spawnen gewoon. Maar dat maakt niet uit. Het geeft tenminste het ruimtegevoel. En hierboven zit vast een monster. Waar moeten we nou eigenlijk heen? Ah, we moeten eerst naar rechts toe. Dat is wel één. En dan naar links en nog een keer naar links. Dan zijn er daar nog twee verschillende dingen. Oké. Okay. Duidelijk. Dan gaan we dat doen, hè. Want de navigation boards waren weg. I really must speak with you. I'm very close to your position and I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. Okay. We must talk. Hurry. Vertrouw die duurt even geen meter. Ben ik serieus, vertrouw me echt niet. Ah, fucking hell. Oh, fucking hell, niet jij. Als ik ergens altijd een tering hekel aan heb, ben jij het wel. Ik heb echt een hekel aan die dude. Ha, mis. Beste wapen tegen dat is de, weet ik niet wat, line rack. In ieder geval tegen al die kleine kut dingen is dat wel de beste. Zo'n hele familie. Zoveel kinderen. Ah, fucking hell, ik nog veel duur erbij. Wat een feest, hé. Ik heb mijn handen genoeg en niet alleen. Au. Moet die kuttentaken van me neerschieten. En die kleintjes ook. Mees. Vleeswerk. Oh, fucking hell. Oké. Volgens mij deed het helemaal niks, oké. Okay? Nope, het doet helemaal niks. Oh, echt lastig hoor, ik heb er geen hekel aan deze ding. Wow! Oh, dat is een secondary attack van dit ding. Ziek. Oké, we hebben een kabel geschoten. Hij blijft nog zo fucking veel lives uitzetten. Daf, alsjeblieft. Daf, tentakel. Please, ben je dood? Ben je dood? Nee, hij leeft nog. De tentakel moet dood. Haha. Eindelijk. We hebben geen HP meer trouwens, dat is niet mooi. Oeh, fuck. Oké, okay, dat zijn de twee. Dan zitten er daar nog drie. Daar ligt HP, een large. Medkit. Yes, we hebben het overleefd met nog maar 60 kogels. Fucking hell. Die dude is echt irritant lastig. Echt
irritant lastig. Maar we hebben het overleefd. Yay! Vuile piatch. Use keycard. Wat zit hier binnen dan? Maar daar zit ook nog iets. Misschien hebben we daar iets aan. Please, laat hier heel veel AP zijn. De toiletten. Monster in 3, 2. Oh, niet eens. Het is een wonder. Oh, fucking hell. Crap, de lift in. Daar gaan we dan. Spannend. Goedemorgen. Oh, valt mee. Het is weer zo'n mooi dwarsgangetje, dat scheelt weer. Even kijken. Jij hebt niet meer ammo, ondertussen moet ik weer een keer niezen. Tegenwoordig aan elke video moet ik sowieso een keer niezen. Oh, nee, dat moet ik niet hebben. Ik moet niet de steaming game hebben. Ik moest de map hebben. Maar valt mee, ik hoef nog niet echt te niezen. Ik praat al wel de zaterdag. Sowieso. Even kijken. Nee. Ik vind het nog steeds een kutmap. Andere kant op. Hier is de... Oké, gewoon van boven. We moeten hier naar links. Dan moeten we daar omheen lopen. Die deuren zijn allebei dicht. Dan kunnen we alleen maar rechtuit. Dan moeten we daar weer iets gaan fixen. En dan kunnen we eigenlijk een keer naar links toe. En dat is O2. Dus dat in dat daar van alles in de ruimte gebeurt. Of zoiets. Ongeveer. Maar hier zijn we sowieso screwed. System in sleep block B has been shut down. You'll have to find an override nearby to get to the door. Aha. Gewoon niet. Geef een toilet toe. Jij gaat 100% leven. Nou, wat wel. The fuck? Het is ook voor het eerst dat hij niet echt ging leven. Ik denk, normaal als je op hem schiet, dan zou hij wel wakker worden, maar... Dat is raar. Oké, we hebben even iets meer HP erbij. Oké, Pulse Rifle. Niet veel kogels, maar dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. Oeh, ik rent door het plein heen. Het gaat goed, zonder een monster. Mooi, even reloaden. En even saven, dat is ook wel belangrijk. Zo, opgeslagen. Wow, oké, hallo. Ik zag hem al wel, zeg maar, zo aankomen. Schiet, Isaac, schiet. Eigenlijk moet ik schieten. Alleen een beetje mikken. Ik kan niet mikken. Deze krom mikken zo. Het is eigenlijk krom mikken. Ben ik serieus. Oh. Oeh, nog maar net op tijd. Ze zijn wel een heel stuk. We hoeven niet een heel stuk te lopen. Dankjewel. Oeh, medkit. Large zelfs. Mooi, mooi. Credits. Hier weer een storage room. Hier moeten we ook in, volgens mij. Yep. Dat was een heel klein kamertje, dit blijkbaar. Yep, override door lock. Hoe is dit? Use kinesis. Door lock overridden. Dat is mooi. Contact beampje hierachter. Verstopt. Oh, hallo. Oh. Niet leef. Steeds niet echt, hè? Haha, eindelijk. Oké, Pulse Rifle is op. Maar we hebben wel Pulse Energy voor ons... De hel was dat?
Kom hier. Kistje. Oeh, pulse rounds. Oké, die hebben we ook, dat hebben wij. Steeds deur al open? Nee, deze is nog steeds locked. Juist. We hadden toch door override gedaan, of niet dan? Dan moet toch ook alles weer aanwezig zijn. Zo, even large medkit gebruikt. Nou wel. Yay, sleeping block B. Oh kijk, we gaan... Oh fucking hell, no. Haha, de deur is dicht. De deur is weer open. Hallo. Komt u maar. Staff. Zo, voor de zekerheid. Kut, we hebben geen kogels meer. Yeah. Oh, laten we even hier naartoe gaan. Kom eens, deur open. Goed zo. Zo, dan hebben we weer lucht terug. Is dat niet mooi? Is toch slim bedacht, meneer? Dat dacht ik. Staff. En staff. Oké, jij hebt line racks gedropt, dat is mooi. Jij hebt niks gedropt, dat is niet zo mooi. Dat is niet lief. Waar moeten we heen? Oh, crap. Het monster ging nog leven, maar dat was te verwachten eigenlijk. Nou is die dood. Oeh, Chris. Waar moeten we nou heen? Die kant op. Is hier verder nog iets te beleven dan? De andere kant op. En dat is de weg uit hier, denk ik. Uit hier. Oh ja, laat ik niet al te lang gaan klooien ook hier. Goed plan. Is dit? Oh, het zijn toiletten. Ik weet niet wat ik eigenlijk allemaal op heb gepakt, maar... Het zal wel. Ik ben er blij mee. Wat is dit? Oh, hier kunnen we nog niet langs. Oké. Okay. Dat is niet de goede kant op. Wat ben jij? Is dit wel een goede kant op? Ah, daar komen we ook langs. Oké. Okay. De key ligt hier ergens. Maar we gaan hier langs. Life support and climate system malfunction. Hallo. Ah, oh, fucking baby. Ik haat jou. Ah, oh, fucking hell, nog zo'n baby. Oh, goedemorgen. Crap. Crap. Miss. Nee, 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 oh kut, er zitten nog veel meer op mijn rug. Fucking kut dingen zijn dat, joh. Oh. Onze lucht is bijna op. Please. Oxygen recharge. Isaac. Half vol, jongen. Oh, snel, 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 snel. Dat was die ergste nog in de recharge. Nee, kut. Oh, kijk, er kwam ook nog een monster aan. Kut, onze lucht was op. Ik zat er ook niet echt op te letten, als ik eerlijk ben. Fucking hell, ik heb het hele stuk overnieuw genoemd. Yep. Vuile spitter. Vorige keer ging dit toch wel beter, dit stuk. God non de jus. Fucking hell, jongen, stop met spugen. Wel kut kringen, dan maak ik nog niks scheven weer, hè. Qua HP of wat dan ook. Kut ding. Jij bent een kut ding. Oké, okay, rennen. Ik wil ze echt weten waar eigenlijk dat ding
Volgens mij hadden we gewoon erkennissen in ons backpack ook. Ja, maar die hebben we hier opgepakt, denk ik. Dat zou echt fucking lame zijn. Ah, hier komen we niet naartoe. Hier komen we wel naartoe. Dat is de bedoeling dat we naartoe gingen. We gaan eerst hier naartoe. Dan krijgen we tenminste weer meer HP. Ah, meer HP, meer lucht. Dat was een gierige, man. Ah, daar was die oxygen. Die was er nog wel verder weg gewoon. Dat scheelt weer. Was... Fucking hell. Maar eens komt er ook in te leven. Goeiedag. Oh. Kom maar. Soms echt van dichtbij in eigenlijk. Dan is het echt kut. Want. Dan. Kun je ze niet echt hitten. Want je er altijd achter schiet. Dat is echt fucked up. Maar ja, we hebben het overleefd. Oké, hier naar binnen. Dan krijgen we hier die fucking. Kut dingen. Oké, dat is één. Next. Dat is mijn. Dat is nieuw. Oh nee. Dat is nummer 2 ook wel. Wow, 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 niet lief, niet lief, lief, nee, 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 nee. Zo, staff. Baby. Rot op met die tafel. Gewoon. Rot op met die tafel. Hé, een powder. Mooi. Piep, piep, piep. Oh, hallo. Doe jij de boogie in de deur? Gezellig. Daar was niet wat. Moet oxygen hebben. How the fuck is oxygen recharge? De map staat hij. Of staat hij aan deze kant? Ah, hier. Vuile cheapo ass game. Met je foul map systeem. Fucking hell. Oh, jij leefde nog? Oh, je leeft nou nog steeds. Staff. Vuil. Kut. Baby. Oké, okay, dat was niet echt nodig eigenlijk om ons te healen, maar oké. Okay. Yay. We hebben iets opgepakt. Navigation card, hallo. Fucking hell, jij was een snelle dude, of niet? Yep. Dat antwoordt mijn vraag wel. Oeh, wat drop jij? Small med kit. Altijd handig. Yay. Zoals hier zijn we niet veilig trouwens. Moet nou toch weer terug naar gaan? Ja. We moeten weer terug. Het is opeens donkerder geworden, of niet? Nee. Het lijkt alleen maar zo. Het lijkt alleen maar zo. We gaan opslaan. En we gaan in de volgende part verder en die andere twee vinden. Andere twee navigation cards. En dat zal dan het einde zijn van chapter 10, denk ik. Dan 11 zal nou het ruimteschip zijn of zo. En dan zal 12 nog een big ass boss fight zijn. En dan is het einde, denk ik. Dat is mijn gok. Maar laat even weten wat jullie denken in de comments. En tegen de tijd dat ik die comments lees, zal ik waarschijnlijk de game al uitgespeeld hebben. Dus kan ik gelijk denken van, hey, jij had het gelijk goed. Of jij had het niet goed. Want zo snel ga ik eigenlijk wel door de game heen. Ik zie jullie weer in de volgende part.